Peterke, waarom staat jij zo laag? Waarom dat ik die vlogcamera zo hoog hou? Kijk, als ik nu zo... Dat is geen zicht ook, hè. Kijk. Is niet goed, Julie? Nee. Nee. Dus doen we dat zo. Hallo, goeiedag, vloggertjes. Dit is ook leuk. Kun je dit? Oh! Leuk dat je kijkt. Wat een week was het. Ja, Julie die zat in New York 3 dagen. New York! Was goed, hè. Was heel goed. Je hebt je geamuseerd, hè. Kijk, ze heeft dit onder andere gedaan. Het is super leuk. Nee, nee, we gaan niet meer laten horen dat je dat vroeg was als we belden. Ja. Julie! Hallo, Peter! Hallo, Julie! Nee. Het is Peter! Gert Verhoost is geweest. En straks ga je dus zien of Gert Verhoost het verschil kent tussen Samson zijn worst en een andere worst. Echt waar? We hebben dat getest. Het is crazy allemaal. Fuck you. Oh. Jullie zitten nog altijd in Amerika, maar gelukkig is er nog iemand anders. Goedemorgen, Goede Wachters. Heel goedemorgen. Dit is het nieuws met Goede Wachters. In de M&M-studio gebeuren rare dingen vanochtend. Vreemde vogels ter vervanging van Julie. Maandag, Goede Wachters. Dinsdag, 2 dochters. Woensdag, Gert Verhulst. Donderdag, Sander Gillies. En het weerbericht misschien, alhoewel, dat moet jij nooit doen waarschijnlijk. Het is altijd mooi weer als ik in jouw ogen kijk. Oh mijn god, zo'n ochtend dus. Het is dinsdag. Het is vandaag dus niet met Julie. Het is met deze mensen. Maar zeg, dat is nu al tijd. Allee, papa, dat is nu al irritant, jongen. Papa, stop. Papa. Zo, papa. Ga stoppen. Oh, vader. Goedemorgen, we zijn vertrokken. Ja, joepie. Dat is hier de Party Hardy. Weg uit Amsterdam. Peter van de Veire. Hallo. Hallo. Nepe van de Veire. Volgende generatie. En Jitske van de Veire. Hallo. Wij gaan carpool karaoke doen. En we gaan beginnen met een goede knaller van High School Musical. Waar Troy en Gabriella elkaar aan leren kennen. You know the world can see. In a way that's different than who we are, creating space between us. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet jij alles zelf doen hier? Of? Alles zelf, ja, kijk. Maar is een beetje zielig wel. Also, ja, ik weet dat. Vroeger was dat nog met mannen die zo spons gedaan. Dat is allemaal gedaan. Je moet een keer opletten, zo. Soms zijn onze gasten wakker. Ja. 50 jaar, bijna. 50 jaar, ik heb het allemaal na. En soms zijn ze ook niet wakker natuurlijk. Jongen. Je van ik gepoel. Ja. Hoe is het? 800 jaar. Kijk. Ik sta hier bij Hippe van de Veire, ja, de jongste spijt. Fuck. Sorry. Papa. Stop mijn aandacht. Wel, eigenlijk echt. Ongelooflijk plezant. Tegenwoordig kun je ook emoji karaoke doen. Dus bijvoorbeeld, je zet een lachend kaksje, dan kun je daar ook als een lachend kaksje zingen. Nu gaat Wim Soetaar hier aanwezig. Wat heb je gekozen, Wim? Ah, wel, een aap. Ik dacht eerst dat lachend kaksje te doen. Is dat een kaksje beter of een aap? Jij moet kiezen, Peter. Doe maar, wat voel je? Een aap. Ik ben een aapje. Oké, dat is goed. We komen samen in hetzelfde verhaal. Wat vinden jullie nu echt van Peter van de Veire? Stilte. We genieten van het leven. Allemaal. Ja, Samson. Gehandicapte medewerkers moeten helpen. Dat is belangrijk. Kan ik iets doen voor u, Julie, vandaag? Ja, ik heb dorst. Ik heb honger. Ja, tof. En wat wilde? Een theetje. Want een theetje. Zo een theetje. Super. Oh, ik ben zot van thee. Ik heb dat nooit gesnapt. Thee, wat is... Thee is gewoon warm water met een zakje. Wat is dat nu? Toch thee. En welke thee? In mijn lokker staat een goeie chai thee. Chai. Wat is chai? Chai. Dat is ook zoiets nieuws, hè. Chai.
Is dat zaad? Is dat zaad? Chai? Ik weet nog niet wat dat is. Chai. Het is lekker. Het is gezond. Zoals balsporten zijn gezond. Fuck you. Oh. Because I hate you so much. Is niet waar, hè? Wat heb jij nu? Echt waar, ik heb je toch zo niet opgevoed? Ik hou van alle kinderen, al zijn ze nog zo klein. Echt gelacht, lijkt hier. Samson, Samson. Het is een heel ondeugende, maar lieve hond. Samson, Samson. Ik wou dat ik zo'n hondje krijgen kon. Is dat roestvrij? Ik mag daar niet douchen, ik moet me zo douchen. De vraag is natuurlijk, Gert Verhoost, kan hij zijn eigen producten onderscheiden van de andere producten? Chipke, worst, koekskus. Zou je dat kunnen onderscheiden? Bijvoorbeeld de chips van K3 van de andere chips? Dat moet je toch... Nee, dat zou ik niet kunnen. Nee? Heb je dat zelf niet getest allemaal? Nee, ja, ik eet dat wel. Maar ik heb dat, niet kunnen, dat verschil niet kunnen proeven. Nee, we gaan het toch eens proberen. Ja, we hebben hier twee chipjes. Twee chips? Amai, god, wat mocht die het kosten? Dit is het eerste. Dat is kandidaat nummer 1. Proef maar. En hoe smaakt die? Zowa. Ja? Mm-hmm. En dit is kandidaat nummer 2. Mensen moeten wel weten dat het 9 uur 's morgens is, hè? Ja. Mm. Ja. Wie van de twee is de K3 hartjes? Ik heb heel sterk het gevoel dat de twee dezelfde waren. Nee, waren niet twee dezelfde. Dat was het tweede, het K3 hartje. Tweede was juist, klopt inderdaad, K3 hartjes. 1 punt voor Gert Verhoost, schitterend. Als je dus Peter vervangt in de vlog, moet je dan ook superveel roepen zoals hij doet in de vlog. Julie! Nee, weet je wat we doen in de vlog? Nee. Kom eens. Kom eens. Ik ben er. Kom eens. Kom dan eens. Kom. Ja. De vraag is om te vervangen, lappen ze zoiets. Je doet dat met keiveel liefde en plezier. Dat is die rood, hè? Dat is die rood, hè? Is dat allemaal aan mijn kaak, zo? Ah, jongen, fuck. Even. Valt dat op? Nee. De volgende test is een koekje. Dit is gewoon even van bijten, is voldoende. Wacht. Dit is het eerste koekje. Ja. Beschrijf maar hoe het smaakt. Moet niet volledig opeten hoor. Eet maar. Een beetje vanille zit erin ook. Vanille. Wat chocolade. Ja, en dit is het volgende koekje. Dat is nummer 2. Wat smaakt er nu het beste volgens jou? Er zit weer heel weinig verschil in, maar het tweede was ietsje lekkerder. Ietsje lekkerder. Ja, enige idee wat het tweede zou kunnen zijn dan? Ik denk dat we zoiets hebben van Piet Piraat cakes of zo. Piet Piraat cakes? Dat klopt. Is ja, waar? Dat is wel heel straf dit, ja. I want it all. Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd het nieuws meteen een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever. En ik negeerde alle narigheid totaal. Hoe van Impe, hier. Hallo, dag beste mensen. Dag beste. Ze zijn aan het kijken naar de vlog, hè, Koen. Oké, wie is er aan het kijken? Kunnen jullie allemaal jullie vinger een keer opsteken, dat ik kan zien? Inderdaad. Gisteren gebroken. Ja. Tijdens? Steracteur, sterartiest. Ik dacht, die is eruit. Tju! En dan... Ja. Dat is echt... Dat is niet waar. You do it, just know that I believe. And that's all I really need. So come on, make me strong. It's gotta turn it up, game on. Rolletjes vlees. Rolletjes vlees. Ja, daar ken ik niks van. Nee? Nee. Ja. Dus één ervan is gewone worst. En de andere is de worst van Samson. Oké, de worst van Samson. Ja, dit is kandidaat nummer 1. Proef maar even. Ja. Ik zit nou nog wel met piraatcake, maar goed. En hoe smaakt dat? Lekker. Lekker? Ja. En dit is kandidaat... Ik eet dat nou maar, ik vind dat niet lekker, maar ik bedoel... Nee, oké. Okay. Ja, het is aangenaam. Enig idee welk worstje
van Samson is? Ik zou zeggen ook het tweede. Ook het tweede? Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is helemaal juist. Proficiat. Applaus. Dus op ons bord, Koen, mag jij schrijven wie jij denkt dat er gaat winnen? Ik blijf bij mijn eerste keuze. Va. Top. Michiel. Koen, nog een momentje in deze vlog voor u om al uw fans te bedanken die niet op u hebben gestemd en je mocht dat zingen. Ik mag dat zingen, hè. Dank u wel, lieve mensen, dat u deze week iets anders hebt gedaan dan op mij te stemmen. U had waarschijnlijk wel eens zin om op Bab te stemmen of iets anders te doen of te zeggen, die jongen die krijgt toch meer dan genoeg stemmen. Ondertussen wordt hier gewoon verder gepraat alsof het allemaal niks is. Ik sta hier gewoon het beste van mezelf aan u te geven. Maar hier op de VRT zeggen ze, op de pot op Koen van Impen ligt eruit. Hij zat op de pijnbank. Good riddance, you fucking asshole. Dit is bijna gedaan. De opdracht is eigenlijk gewoon like, subscribe, deel en... Volgende week, kun je nog niet zeggen. Oké, okay. Maar Tom? Jawel. Kun jij misschien even zeggen dat dit het einde van deze vlog is? Dit is het einde van deze vlog. Even ondertitelen misschien. M&M. Dat is mijn echte mond nu, hè? Tuurlijk niet. Dat is de mond van... Van Echelpo, Daanse en Sjaanse, mij van Echelpo, kon je winnen vorige week. En we hebben een winnares gevonden. De winnaar is Fatima Elia Gloefie.